Een van mijn favoriete boeken is Dit zijn de namen van Tommy Wieringa. Het gaat over een groep vluchtelingen die vanuit de woestijn naar het beloofde land vlucht. Aan de andere kant lees je ook vanuit het perspectief van een corrupte politieagent, Pontus Beck. Op een gegeven moment gaan deze twee verhaallijnen die lopen elkaar tegemoet. En ik vond het een heel erg mooi boek, aangezien over vluchtelingen wordt uit een heel ander perspectief geschreven. En het is nu een soort van misdaadsverhaal waar je erachter probeert te komen waar ze vandaan komen, wie het zijn. Het gaf mij een heel andere blik in hoe deze mensen tot hun plek zijn gekomen en hoe hun tocht is gekomen. En ik vond dat heel erg mooi, want omdat ik hier in Nederland woon, weet ik niet heel veel van deze mensen af. En ik ben natuurlijk helemaal niet gewend hoe zij opgegroeid zijn en hoe zij hun leven hebben doorbracht als het ware. Ik vond het een heel erg mooi en inspirerend boek, aangezien nu dus helemaal de ideeën ervan heb gekregen hoe het nou echt is om een vluchteling te zijn.